Goeiedag, mijn naam is Evert ten Apel en Jori Mulder zit naast me. Ja, en we rekenen op een spannende dames in het land met veel mooi voetbal. De eerste interland van de Italiaanse dames stamt uit 1968 en die wedstrijd wisten ze nog te winnen ook. Ja, al was het niet bepaald een monsterscore. Het toenmalige Tsjechoslowakije werd destijds nip verslagen met 2-1. Nu pauzeren we voor de volksliederen van Nederland en Italië. Wat is het toch een bouwkundig hoogstandje deze Amsterdam Arena. Qua uiterlijk, maar vooral ook op het gebied van comfort en veiligheid. En het had als een van de eerste stadions een dak dat open en dicht kon. Zo ben je toch een stuk minder afhankelijk van het weer. Nederland begint met deze elf. Had jij eigenlijk het liefst beide teams in deze 4-3-3 formatie zien spelen, Jori? Nou, ik vind het juist wel leuk om twee verschillende systemen tegen elkaar te zien. Want je gaat nu toch een beetje krijgen van wie past zich aan wie aan. En dat is op zich een best interessant gegeven. Het nationale vrouwenteam van Italië begint vandaag met deze elf speelsters. Er is gekozen voor een 4-4-2 systeem. Twee aanvallers dus voorin. Levert dat voldoende stootkracht op? Dat ligt er natuurlijk aan hoe ze het invullen, Evert. En het ligt ook aan of de zijkanten goed bezet zullen worden door backs en middenvelders. De scheidsrechter van vandaag is Bethany Kellenisch. Lieke Martens. Oh, dit kan een kans worden. Tesselmiddag. Valentina Zernoia. De tackle was goed, maar levert geen balbezit op helaas. Wat een actie. Viviane Minema. Nederland scoort. De goal vanuit een andere hoek. En dat was het eerste doelpunt van de wedstrijd. Elena Linari, Cristiana Girelli, de bal rolt ongehinderd door. Daniela van der Donk maakt zich wellicht al op voor een schot. Tesselmiddag. Ja! Helaas, dit feest gaat niet door, de grensrechter vlag komt uit het spel. Hier is de herhaling, Jori. Ja, hier is goed te zien dat de grensrechter gelijk had. Het is maar goed dat de goal niet geteld werd. Martina Rosucci. Mogelijk een goede kans hier. Zomaar het balbezit weggegeven. Het lijkt wel amateurvoetbal. De zijlijn is het eindstation van deze paas. Sara Kama, Elena Linari en het schot.
Daar komt de keeper goed weg. Wie weet levert dit een kans op. Balbezit voor de andere ploeg nu. Kijken of het wat oplevert. Daniela van der Donk. Christiana Girelli. Dit zou wel eens een kans kunnen worden. Aanval afgewend met een scherpe tackle. Ja hoor, goed geanticipeerd op die voorzet. Dat feestje gaat dus even niet door. Desiree van Lunteren. Een goede tackle en de bal is los. Melania Gabbiadini. Die bal is voor de tegenpartij. Balbezit verspeeld. Oh, dit kan een kans worden. Een grote mogelijkheid hoor. De keeper heeft hem. We krijgen een hoekschop. Ik zag de bal er al in vliegen, maar die keepster had andere plannen. Nou, even, het zegt dat wel. Ze bleef gewoon goed naar de bal kijken. Lieke Martens. Nederland mag ingooien. Desiree van Lunteren loopt gesmeerd. Danielle van der Donk. Corner voor Nederland. Kans op een counter. Waar komt die bal terecht? Nederland mag ingooien. Dominique Jansen. Tessel Middag. Vivianne Minema. Een fantastisch verdedigende actie. Dat was anders zeker een doelpunt geweest. Maakt zich wellicht al op voor een schot. Goed van de bal gezet, maar het levert geen balbezit op. Daniela Stracchi. Die aanval zag er veelbelovend uit, maar de bal wordt onderschept. Valentina Zernoia. De ruimte is klein, dus spelen ze de bal geduldig rond. Verdediging alert. Janice van der Zanden. Vivianne Miedema. Lieke Martens. Buitenspelval heel effectief opengezet. Mogelijk een goede kans hier. Janice van der Zanden. Een goede tackle en de bal is los. Wie weet levert dit een kans op. Hilaria Mauro. Lieke Martens. Daniela van der Donk. Oei, ze heeft duidelijk nog last van die eerdere blessure. Fantastisch. Een schot. De doelverdedigster doet waarvoor ze wordt ingehuurd. Martina Rosucci. De bal gaat rustig rond. Ze wacht op een opening.
Kijk eens. Goeie ingreep van de keeper. Corner en wellicht een kans om wat te doen aan de stand. Nou, dat was geen beste corner. Ze zijn de bal alweer kwijt. Dit zal wel eens een kans kunnen worden. Uitgelezen kans om te scoren. Valentina Zernoia. Goed van de bal gezet, maar het levert geen balbezit op. Oh, dit kan een kans worden. Desiree van Lunteren. 3 minuten blessuretijd geeft de vierde official aan. Vivianne Miedema. Daniela van der Donk maakt zich wellicht al op voor een schot. Daniela van der Donk, de keeper redt. De bal vertrekt van de schoen. En weer een goede redding. Deze keer kan ze de bal wel vasthouden. De eerste helft is gespeeld en de stand is 1-0. Er valt nog weinig van te zeggen volgens mij. Nee, weinig goals, weinig actie voor de goals ook. Hopelijk wordt de tweede helft beter. En zo begint de tweede helft. Daniela Stracchi. Mogelijk een goede kans hier. Melania Gabbiadini. De bal belandt uiteindelijk in de handschoenen van de keeper. Weinig ruimte voor een aanname. Bal kwijt. De paas is goed. Wat doet die verdediger dat goed? De aanval is meteen voorbij. Wie weet levert dit een kans op. Het balbezit gaat over aan de andere ploeg. Eens kijken wat zij ermee kunnen. Ze wachten geduldig hun kans af en spelen de bal rond. Dit moet een Lieke Martens. Over de achterlijn, dat wordt een hoekschop. Janice van der Zanden. Daniela Stracchi. Cristiana Girelli. Goede controle onder druk. Dit zou wel eens een kans kunnen worden. Oh, zo makkelijk was het niet. De bal gaat over de zijlijn nadat hij is aangeraakt. Dubbele wissel.
Nederland gaat wisselen. Martina Rosucci. Cristiana Girelli. Oh, dit kan een kans worden. Een goede tackle en de bal is los. Sara Gama. Lekker zuiver, goed gespeeld. De bal gaat mooi rond. Ze vertrouwen erop dat er een keer een gaatje valt. Slim onderschept door de achterhoede. Die passeer niet zomaar. Met die tackle herovert ze de bal. Sherida Spitsen maakt zich wellicht al op voor een schot. Viviane Minema. Daniela Stracchi. Melania Gabbiadini. Goeie paas. Ja hoor, goed geanticipeerd op die voorzet. Dat feestje gaat dus even niet door. Mogelijk een goede kans hier. Een opgelegde kans. Nederland scoort. Gezien het spelbeeld komt deze treffer niet als een verrassing. Maar toch verloopt de wedstrijd anders dan ik had verwacht. Ja, op papier ontlopen deze ploegen elkaar niet veel. Dus je zou niet zo'n eenrichtingsverkeer verwachten. Toch is er maar één ploeg die aanspraak maakt op een zege. Cristiana Girelli. Er staan nog 20 minuten op de klok. Melania Gabbiadini. Wie weet levert dit een kans op. Een goede tackle en de bal is los. Vrije trap voor Nederland. Tijd voor de coach om in te grijpen en een andere tactiek te hanteren. Nu eens zien of ze de achterstand kunnen wegwerken. De supporters bouwen alvast een feestje. Ze twijfelen er blijkbaar niet meer aan dat de ploeg gaat winnen. Inderdaad, Evert, maar ze lijken dit ook niet meer uit handen te geven. Ja, ze zijn gewoon te goed vandaag. Dit zou wel eens een kans kunnen worden. Een uitgelezen mogelijkheid om te schieten. Janice van der Zanden. Ah, goed gestopt door Giuliani. Zonder al te veel moeite overigens. Dit soort ballen ziet ze graag op zich afgevuurd worden. Janice van der Zanden. Een goede tackle en de bal is los. Linda Tuccieri Cimini. Martina Rosucci. Melania Gabbiadini. Oh, dit kan een kans worden. Moet je dat zien? Van dat rolletje ligt de keepster echt niet wakker. Ze kan hem rustig oppakken. Geweldige tackle. Er is geen voorbijkomen aan. We hebben nog 10 minuten aan reguliere speeltijd over.
Jesselien Kuipers. Ilaria Mauro. Maakt zich wellicht al op voor een schot. Gevaarlijke paas, maar toch onderschept. Martina Rosucci. Linda Tuccieri Cimini. Jansen. Prima onderschepping daar. Frederica Di Crisio. Mogelijk een goede kans hier. Wie pakt die bal op? Maar de tegenstander heeft de bal alweer teruggepakt. En dus loopt deze aanval op niets uit. Vivianne Miedema. We krijgen er 3 minuten blessuretijd bij. Desiree van Lunteren. Het publiek fluit is niet blij met die terugspeelbal. Het is einde wedstrijd. De overwinning gaat naar de Oranje Leeuwinnen. Nou, dit vriendschappelijk potje was in elk geval een succes. De spelers en de staf hebben genoeg gezien om er goed op voor te kunnen borduren. Ja, het was zeker nuttig. En ook nog eens leuk om naar te kijken, vond ik.